volgende speler, een van de 11 nieuwelingen en niet de geringste, mag ik wel zeggen. Stel je maar even voor. Tarek Evre, 24 jaar inmiddels. Ik kom uit Bunschoten-Spakenburg en sinds dit seizoen actief bij DVS. Ja, en volgens mij heb je daar ook nog bij gespeeld, hè, bij IJsselmeervogels, of niet? Ik was vrij jong, ik was 9. Tot aan mijn 9 heb ik bij IJsselmeervogels gespeeld en toen vertrok ik naar Vitesse. Ja. Ik herinner me niet heel veel meer, hoor, maar... Ja, ja. Maar bij Vitesse, daar ben je volgens mij ook wel bekende hier van DVS tegengekomen. Klopt dat of niet? Bij Vitesse? Bij Vitesse, bij Jong Vitesse. Nee, Jeremy Jonker niet? Oh, Jerry, ja, ja. Jerry zat, maar Jerry was een jaar ouder. Dus die heb ik, ja, ik kwam hem wel tegen natuurlijk. Maar we zaten niet samen in hetzelfde team of zo. Maar... Nou, wel frappant dat je nu het centrale duo vormt daarmee. Ja, leuk eigenlijk toch? Ja, ja, dat is toch prachtig. Ja, ja, ja. Goed, ja. Je hebt ook voor Turkije gespeeld, hè? Onder de 15 en onder de 17. Ja, klopt. Ja, ja, klopt. Dat is mooi. Ja, waar is het gestopt? Waar het fout is gegaan. Ja, en waarom? Ja. Nee, ik bedoel, dingen lopen nou eenmaal zoals ze gaan, denk ik. En ik zie het denk ik niet als fout gegaan of wat dan ook. En ik ben ook heel blij dat ik hier terecht ben gekomen, hoor. Dus nee. Prima. Maar op een gegeven moment kwam je bij Jong Almere, dacht ik. En heb je toen ook nog een seizoen met Adriaan Kruijs hier gespeeld? Of ik heb mijn eerste seizoen bij Almere City heb ik met Adriaan gespeeld. Dus vandaar kende ik Adriaan al, ja. Dus de eerste training ook hier waren we gelijk van. Hij appte mij en toen hij zag dat ik hier naartoe kwam, was het van, oh, je komt me weer achterna. En was een beetje lachen. Ja, geweldig. Ja, ja, leuk. Ja, maar mooi dat je hier dus met jongens die je allemaal kent van het verleden, nu echt een team aan het vormen bent. En, ja. En daar lijkt het ook steeds meer van te komen, hè? Een goed team. Ja, de voetbalwereld is een kleine wereld en je komt elkaar... tegen en dan nog een keer ergens en dan weer een jaar of twee niet. Maar inderdaad, nu we elkaar hier allemaal bij DVS weer tegen zijn gekomen. Ja, ik denk dat we er een mooi geheel van aan het maken zijn. Mooi zeker. Collectief. Mooi een jaartje of 5 het liefst. Weet je wel? Dat zijn jouw woorden, Piet. Maar even naar de tweede divisie en dan... Heeft dat 5 jaar nodig? Geniet hem. Nee. Nee, maar over 5 jaar kampioen tweede divisie en volgend jaar. Oh, oké. Ja, kijk, dat is een mooie, dat is een mooie ambitie. Lijkt me mooi, hè? Die deel ik. Hey, je hebt het naar je zin. Hier. Ik heb het prima naar mijn zin. Ik ben erg blij. En de mensen hier van de club zijn warme mensen, leuke mensen. Ze helpen me overal bij. Het is natuurlijk mijn eerste jaar hier binnen een amateurvereniging ook. En er zijn veel dingen waar ik aan moest wennen. Maar van de spelersgroep tot de technische staf. Iedereen heeft me echt goed geholpen. Technische commissie ook, Edmund. En ja, ik ben heel blij. Ja. En je bent helemaal blessurevrij. Mijn schouder zit momenteel ingepakt hier. Maar jij gaat dit uitzenden. Van zaterdag mogen ze het niet weten natuurlijk. Dus, nee, eigenlijk niet. Maar goed. Ik heb nergens last van. Nee, je hebt nergens last van, hè? Ja. Nee, dat bleek ook afgelopen zaterdag. Want het ging heel lekker. Het ging goed. We hebben gewonnen. Dat is nog mooier meegenomen natuurlijk. Maar ook persoonlijk ging het ook goed. Ik ben nog niet waar ik wil zijn. Ik denk dat ik nog even een paar stappen moet maken, maar we komen er wel. Ja, en waarom moest je nog een paar stappen maken? Oh, heeft dat met corona ook te maken, dat je even een tijd eruit bent geweest? Of? Ja, je mist wat ritme. Je hebt natuurlijk 4, 5 maanden bijna gewoon geen wedstrijd gespeeld. En dan natuurlijk, dit was mijn eerste 90 minuten sinds 5 maanden. Dus dat is weer even wennen. Maar na een paar keer 90 minuten, dan zit dat wel weer goed.